al mijn vrienden, ze zeggen zo tegen mij. Nee, fuck dit, fuck dat, fuck die corona, vaccin, dit en dat. Maar ik wil gewoon naar de bioscoop kunnen hoor, ik weet niet. Ik wil gewoon uit eten kunnen. De drukte van de laatste dagen. Ik vraag dat natuurlijk niet aan iedereen, maar dat kunnen we wel, dat zien we wel iedere keer na een persconferentie. Zien we echt wel dat de toestroom naar de locaties toeneemt. En dat zien we zeker deze keer ook, nu er nieuwe maatregelen zijn aangekondigd. Overigens zijn wij daar niet de enige in, we zien dat dat landelijk zo is. Na de persconferentie zien wij vooral mensen die de twijfelaars, de mensen die het heel lang hebben uitgesteld. De mensen die nou van de sportscholen, die het allemaal die QR-code nodig hebben, die gaan nu allemaal komen. Ik heb corona-prik gedaan. Corona-vaccinatie. Het komt net op tv. Nou, als je nog een keer uit eten wil met familie of ergens naartoe wil, je moet een QR-code hebben. Dus dan maar toch nog maar prik halen. Wat je wel zag, zeker de eerste dag, is dat het bijna verdubbelde ten opzichte van het aantal wat we daarvoor hadden. En dat loopt dan nu met de dagen ook wel weer af. We zijn goed uitgerust voor deze drukte. Maar we hebben wel gekeken of we her en der niet wat extra, met name administratief personeel, moeten inzetten om te zorgen dat de doorloop op de locaties goed blijft. Zodat mensen niet eindeloos in de rij hoeven staan. Nu is het eigenlijk gewoon puur zodat ik overal in kan en niet per se hoef te testen. Ja. En dat vind ik wat makkelijker. Nou, ik heb het nu gehaald omdat ik de noodzaak van die sportschool. Ik kan niet trainen als ik dus niet gevaccineerd ben. Maar ik heb eerst even gewacht tot er niet een aantal mensen omvallen, weet je wel. Ik volg het niet echt. Ik kijk niet echt veel nieuws. Ik hoorde alleen gisteren dat ik niet meer de sportschool naar binnen kon. En toen dacht ik, ja, ik ga wel gewoon vaccin nemen. Want ik ga niet elke keer een spoedtest doen voordat ik naar de sportschool binnen ga. Dus dat is eigenlijk de enige reden. Ja, wat dan deed je dat niet dan? Eigenlijk puur omdat ik gewoon lui ben. Omdat je moet in al die winkels, je moet zomaar die QR-codes scannen. Weet je hoe erg dat is? Ik kan niet eens gaan bowlen. Ik wil gewoon bowlen, maar ik kan niet bowlen. Dat vind ik echt heftig. Nou, mensen voelen zich soms wat geïrriteerd omdat ze zich gedwongen voelen om te gaan komen. Enigszins is dat natuurlijk ook zo. Aan de andere kant hebben ze toch nog wel een keuze. Maar zo voelen ze het niet. Dus dat is eigenlijk een beetje het issue. Ze begrijpen ook wel dat wij de prikkers zijn. En dat ze niet bij ons moeten komen daarvoor. Maar die boosheid moet natuurlijk ook ergens een ingang hebben. En dat doen ze dan vaak bij ons. Ja, vervelende situaties. Wat je ziet is dat sommige mensen geïrriteerd zijn. Dat kan natuurlijk allerlei oorzaken hebben. Dat kan oorzaken hebben als angst. En 9 van de 10 keer is dat goed op te lossen met een goed gesprek. Met een van onze medewerkers of met de arts. Want we hebben op elke locatie een arts aanwezig. En die is er ook vooral om je informatie te geven en je zorgen en vragen mee te bespreken. Wij vinden informeren net zo belangrijk als vaccineren. Ik heb 2 keer al corona gehad, dus ik hoefde eerst maar 1 prik. En toen dacht ik, laat ik toch maar die 2e ook nemen voor de zekerheid gewoon erbij. Toch heeft mij wel aan het denken gezet, dat zeg ik heel eerlijk. Ik dacht wel zo van, ik moet wel gaan nu toch. Ik heb gelijk, maar ik heb niet afspraak gemaakt, ik ben gewoon vrij inloop gegaan. Veel fruit eten, veel goede dingen nemen. Heerlijk. Kijk, in plaats van patat neem lekker een komkommer mee. Kijk, wij doen het zo. Als je naar McDonald's gaat, dan ga ik nu naar binnen. Dan haal ik eten voor iedereen. En dan gaan we gewoon buiten voor de McDonald's eten. Dan lijkt het alsof iedereen die QR-code heeft, snap je? Je moet gewoon een systeem erin vinden, weet je?